Parijs Roubaix bijvoorbeeld. Die reed ik voor de 11e keer toen ik hem won in 83. En altijd al mee geweest de marage voor de kasseien. Om proberen weg te komen, om al dat gedring te ontwijken. Op de kasseien, altijd te vroeg. En dat jaar, nou, toen had ik me ook weer geweldig goed voorbereid. Woensdag en donderdag 7,5 uur getraind. Ik was helemaal kapot. Die dag rijdt Kuiper fantastisch goed. Hij is er bijna. En dan ineens... Van de fiets af. En nu? Lekker bal. Achterwiel helemaal kapot. Waar is de ploegleider? Die is er niet. Wiel. Band eraf. Wat is dit erg. Verschrikkelijk. Red de Buinen erbij. Nou gaat het om seconden. Waar is... Je zal zo hier liggen. Nieuwe fiets. Daar is de nieuwe fiets. En nu? En die mannen komen nader. Dat heeft zeker 15 seconden gekost als het niet meer is. En die achtervolgers die weten dat, die zien dat. En die zullen daar nog bij komen. En wat gaat er gebeuren? Ik stapte van die fiets, ik bekeek de situatie en hij wil kan niet meer. En dan, ik stond er wel te klappen, maar dat was gewoon omdat we dat niet vlug genoeg ging. Maar ik was niet in paniek. Voor mezelf vond ik vrij rustig. Ik ben terug opgestapt. Ik denk, nou, dat zat zo vast in mijn hoofd. Ik had er zo naartoe geleefd. Ik denk, ja, dit is even een onderbreking van het geheel. Maar ja, als ik achteraf keek, kreeg ik de hartkloppingen van. Maar op dat moment, dan ga je pas realiseren wat er allemaal had kunnen gebeuren. Maar je rijdt dan goed en dan ben je zelf zeker. En dan is het zelfvertrouwen zo groot dat het allemaal mogelijk is. En als ik het iemand ooit heb moeten gunnen, Jean, dit is een fantastische overwinning van Kuiper. Daar komt hij. Wat een karakter. De trui recht, want de namen moeten goed staan. Maar dat mag. Schitterend, Henny Kuiper. Schitterende overwinning. Prachtig. Echt waar. Ik uit me niet altijd zo geweldig als ik over de meet kom. Maar dan gaat er iets van tevredenheid over me heen. En dan weet mijn vrouw dan ook heel goed. Die weet wel hoe ik dan ben de tijden ervoor. En dat is soms niet gemakkelijk natuurlijk. Maar hoe kom je dan thuis, avond, zondagavond? Ja, geweldig voldaan. Ik denk wel dat het juiste woord is. En intens gelukkig. Dat was het verleden. Over naar het heden. Het is slecht.